allemaal. Leuk dat jullie bekijken naar een nieuwe vlog van mij. Jullie rijden weer een paar dagen met mij mee. Het is woensdagochtend 7:50. Ik sta in Port Saint-Louis du Rhône. Dan moet ik één pallet lossen. Ik sta hier in een havengebied. Ja, ik heb een beetje met twijfels of dat ik hier wel moet zijn. Maar het kantoor zit hier wel. Neem ik aan. Tenminste, er staat een hoop reclame op het pand. Ik ga ervan uit dat ik hier wel moet zijn. Alleen waar dat ik moet lossen, dat is nou de vraag. Maar goed, het is afwachten of, wanneer dat die mensen komen. En dan heb ik nog een paar klantjes hier in de regio. Ik ben maandag wel vertrokken, heb ik er 1 gelost. Gisteren heb ik er 5 gelost. Ik heb er nu nog 4 om te lossen. Dus nou ja, leuk weekje zo. Dus we gaan wel zien hoe dat het loopt. En ik probeer jullie weer het een en het ander te laten zien. Dus ik zou zeggen, veel plezier met kijken. Zo mensen, het is 9:10 en hij is toch al gelost. Ja, die mensen die hebben geen mogelijkheid om te lossen. Dus ja, die man die zegt, je moet met een laadklep komen. Ja, ik zeg, ja, maar ik heb niks aan een laadklep als ik moet lossen, toch? Maar goed, dan staan ze hier net aan te kijken. Maar het was een pallet van 213 kilo in totaal of zo. En 22 doosjes. Weet je, ja. Dan kan je gaan liggen bellen en je kan gaan liggen zeuren en zeiken. Maar met een kwartiertijd ligt het gewoon bij die man in de loods. Als je het even met de hand doet. Die mensen hebben even meegeholpen. Nou, helemaal top. Weet je, dan ben je er gewoon vanaf. Ik had wel gebeld naar de zaak. Hoe heet het? Dat hier... niemand was om 8:00. Nou ja, dat gebeurt al vaker als ze later beginnen, dus ook daar geen man overboord. Even een foto maken van mijn CMR. Dus nou, we kennen naar de volgende gewoon.
even kijken, want er staat een andere vrachtwagen die is aan het omdraaien. Ik weet niet wat hij gaat sjouwen, maar... Natuurlijk. Nou, ik heb me even gemeld, maar ik moet hier niet zijn, uiteraard. Echt. Ja, ik ga even bellen, want ik moet in Martigues zijn. Nou, ik heb inmiddels contact gehad met The Planet. En hij zegt, ja, ga er maar heen. Ik weet het anders ook niet. Ja, je moet toch van die kist af. Dus, ja, dat is 10 kilometer verderop. Ja, op die fabriek komen wij wel eens vaker. Gelukkig niet heel vaak. Om te laden is het een drama-adres. Ja, en hoe dit lossen gaat, dat weet ik niet. De kist is er natuurlijk eens achterin gezet. Langs de zijkant lossen valt niet mee. Maar goed, we gaan er maar naartoe en dan zie ik het wel. Echt. Havens. Eén drama, altijd. Maar goed, ja. Eerst maar die kant op. Het is allemaal voor niemand natuurlijk. Maar ja, dat zeg ik al vaker, voor mij is het ook niet, want ik kan er niks mee. Maar uiteindelijk is het wel voor je natuurlijk. Maar goed. Nou mensen, een kist van dik 2 ton met pompwagen achter trekken is zeg maar niet echt handig. Ja, ik ben al zo lang bezig met dit zendingje dat ik natuurlijk gigantisch in de problemen kom om eigenlijk voor de middag nog te lossen bij mijn laatste. Of tenminste, bij mijn laatste niet, bij mijn hele laatste. Die wilde ik eigenlijk voor de middag lossen, dat zijn 2 zendingen, maar... Dat zal wel weer op niks uitlopen. Maar ja, goed. Dat is dan maar niet anders. Dat anders moeten zijn, maar goed. We gaan hier eerst maar eens even maken dat we wegkomen. Want het adres wat ik moet hebben staat ook niet in mijn navigatie. Ja, en ik ben daar nooit geweest, dus ik kan zeggen dat ik ga er even naartoe, maar dat gaat dus ook niet. Dus. Ja, hier moeten we wel zijn hoor. Dat is allemaal zo oud dat je bang bent om ergens te rijden op die fabriek. Ik weet niet of dat jullie die vlog nog kunnen herinneren, maar... Ja. Even kijken hoor. Nou, ik kan er wel gelijk op. Er rijdt iemand achter mij aan met een personenwagen. Ik weet niet wat hij allemaal zegt. Maar ik kan in ieder geval wel naar binnen om te gaan wegen, maar hij zegt ik zet je dan op zijn plek. En dan ja, wordt het 1 uur of 1:30, 2 voordat je komt, voordat er iemand komt om te lossen. Dus dat is wat ik ervan kan maken in ieder geval. Nou, om 1:30, ja, om 1 uur of om 1:30
daar reken ik gewoon 1:30. Dan komt die man om te lossen. Ik heb 2 zijkanten opengegooid. Eerst de ene kant lost hij en dan moet ik even die auto draaien. En dan pak je de andere kant. Dus als hij klaar is, ben ik er klaar voor. Dus, ja, even wachten. Ik ga maar een pakje koffie zetten. En een boterhammetje eten. Nou, en dan afwachten tot wanneer dat de beste man komt. Het is niet anders. Zo, één kant is leeg, dus ik ga hem nou even omdraaien. Ho, rustig. Zo, dit is eruit. Ik moet nog even naar buiten rijden, uitwegen, pasje inleveren en mijn identiteitskaart weer terughalen bij de portier. Dat is het belangrijkste, dus dat gaan we eerst even doen. Nou, dat is geregeld qua documenten. Alleen het volgende is aan de hand. Het is nu bijna 3:15. Ik kan mijn laatste klant niet meer lossen. Dat is dik 3 uur allemaal binnen doorrijden. Dus dat gaat niet vandaag. Helaas. Ik ben allemaal op en neer aan het rijden geweest natuurlijk. Dus daar heb je al veel tijd mee verloren. Hier sta je dik 2,5 uur te wachten. Of tenminste, ja. Je staat een hele tijd te wachten en daarna gaan ze eindelijk een keer lossen. Dus ja, daarmee loopt de dag eigenlijk niet zo lekker. Nu heeft hij 2 zendingen tussendoor op te halen. Die staan allebei morgen. En hij heeft geprobeerd om er 1 in ieder geval vandaag nog te laden. Maar die mensen willen dat niet. Het is een heftruck. En flinke jongen volgens mij ook. Als ik de gegevens zie. Portenboek, zeg ik dat goed? Ja, in Portenboek. Ja, daar zijn we vandaag maar een keer of 4 langs gekomen. Dus dat wordt morgenochtend. Ik heb afgelopen nacht bij een routier gestaan in Fos-sur-Mer. Ja, dat is de enige die hier in de regio zit. Dus daar ga ik nu terug naartoe. Dus ja, rond 3 uur zal het wel gedaan zijn. Ja, dat is dan even niet anders. Ik bedoel, ja, je kan je eigen druk om maken, maar dat heeft totaal geen nut. En ik pak morgen die heftruck op. Als ze dan wel willen, dan een stukje verder
op wel eigenlijk in de goede richting naar waar ik mijn laatste moet lossen, heb ik nog een adresje opgekregen voor 5 pelletjes. Ja, ik moet even vogelen dan om die laatste eruit te krijgen, want die staat natuurlijk op de kop. Misschien dat ik het morgenochtend kan verzetten, maar ik weet het nog niet. Maar goed, dat zien we dan morgen wel. We gaan nu eerst naar die routier toe en dan kijken we morgen wel verder. Zo, mensjes, dan zijn we bij de routier. Ja, het is 3 uur, mooie tijd. Ja, dit is gewoon te gek maar eigenlijk, maar ja goed, daar kan je niks aan doen. Nou, ik zit hem wel heel krap naast. Er staan er al 2 hier zo. 2 vrachtwagens. Een Italiaan en een Fransoos. Dus. Hoppakee. Ja, ik vind het goed. Ja, het is niet anders. Ja, wat ga je doen als je zo vroeg klaar bent? Nou mensen, ik heb ook zo'n supersonisch apparaat. Dus ja, die kan wel goed gepast. Laat ik maar even een beetje de ramen poetsen. Dat is altijd goed. Eerst maar even toetsen, denk ik. Ziet er net niet uit. Prima hier zo. Dus. Helemaal goed. Mijn entree. Lekker hoor. En het hoofd krijg je. Lekker een stukje varkenslapje met spinazie.
Lekker hoor. En een lekkere panna cotta karamel als dessert. Nou mensen, het is weer mooi geweest van vandaag. Welterusten, tot morgen. Zo, goedemorgen. We staan in Portenboek. En ik moet niet één heftruck laden, maar ik moet 7 motoren laden. Dus dat zijn 7 pallets. Het is 7:45. Dus de mensen komen eraan. Ik sta alvast klaar. Ik heb de auto open. En we gaan zo laden. Dus prima. Zo mensen, die zitten echt in. Ja, op mijn opdracht staat een heftruck van 10 ton van 7 meter. Ik vond het al een beetje raar. Dat klopt dus ook, want het zijn 8 motoren en een kist met onderdelen geworden. Maar dat is wel inderdaad dik 7 meter. En 10 ton of zo. Nu moet ik... om 79 kilometer, maar daar ga ik wel 1,5 uur over doen, want dat is heel veel binnendoor. Om 5 pallets te laden. Ik heb die andere pallets die ik er nog in had staan, die 3, die heb ik naar achteren getrokken. Ik kan ze niet helemaal achter op de kont zetten, want dat is wel link, omdat het vloeistof is. Dus ik hoop dat ik bij mijn volgende klant dit er even uit kan halen, die 3. En dan die andere 5 die ik moet laden erin zetten. En dan deze 3 weer achterop, want die moet ik ook nog wel gaan lossen vandaag. Maar goed, allemaal zorg voor later. We gaan hier eerst weg. Zulke adresjes, maar overal bomen en takken. Even kijken hoor. Ik moet hier wel zijn. Alleen ja.
Ik zet hem even aan de kant en ik ga even wandelen, want ik zou het niet weten op dit moment. Ik vind het ook, eerlijk gezegd, geen adres om met de trailer te komen, maar goed, dat zal wel weer een mooi leggen. Nou, ik moet hier wel zijn inderdaad. Maar ik draai de camera even om, dan kunnen jullie het zelf zien. Ik ben er niet heel blij mee, maar goed, we moeten die kant op. Zo, die pellen zitten er ook in. Dan moet ik die laatste nog gaan lossen natuurlijk. Die heb ik lekker achterop laten houden door die man. Ik moet alleen even kijken hoe dat we daar precies gaan komen. Want het is allemaal binnen door. 77 kilometer. En daar gaan we bijna 2 uur over doen. Dan gaan we gewoon die kant op en we zien het wel. Alleen mijn navigatie geeft hem natuurlijk vanaf hier verkeerd aan. Want dat geeft een hele omweg, terwijl dat je hier gewoon door het dorp heen mag. Maar ja, dat ding dat zegt van niet. Maar ik zeg van wel. Dus dat doen we gewoon. Dus op naar die voorlopig laatste.
Nou, jullie zien het. Het is leuk rijden, maar ik word er eigenlijk best wel chagrijnig van. Ja, ten eerste, het weer is het al niet mee. Dus dat is natuurlijk sowieso jammer. Maar ja, goed, daar kun je weinig aan veranderen. Alleen, overal waar je rijdt, hangen takken over de weg. De bovenkant van de cabine, de zijkant van de cabine slaat elke keer tegen de spiegelkap aan, jongen. Echt, ik word er steeds chagrijnig van. Allemaal krassen. Tenminste, daar ga ik vanuit. Ik zal het nog wel zien straks. Ik blijf vlug maar even rijden. Maar... ja, hard rijden zit er ook niet in, want ik heb natuurlijk een redelijke lading erin zitten. Ja, dit is allemaal overzichtelijk, onoverzichtelijk. Dus ik ga gewoon op mijn gemakje doen. Ik vind het prima. Even kijken hoor, want volgens mijn navigatie moet ik hier ergens rechtsaf. En ik heb mijn Google ook eventjes erbij geroepen, ja. Want ja. Even kijken. Ja. Ik moet hier wel zijn, ja. Nou ja, verder kennen we niet, dus. Dan schat ik dat ik hier moet zijn. Ja, meld. Jawel hoor. Komt u 30 pellets brengen? Nou, 3 vind ik even zat. Maar, ja, ze werken gewoon. Tussen de middag, dus prima. Dat wordt geen pauze erop. Althans niet hier, laat ik het zo zeggen. Pauze die moet er wel op. Ja, dan gaan we hem eerst even lossen, zetten hem aan de kant en dan maken we daarna pauze. Ook best. Die is eruit. Het is 1:15 uur. Mijn pauze zit er ook op. Ik heb de auto even verzet na het lossen. Dan ga ik hiermee de vlog beëindigen, want ja, ik kan richting de zaak. Dus dat is helemaal prima. Dus ik zou zeggen een prettig weekend en tot de volgende vlog. Houdoe!